Hi, ik ben Jasper van de Vodafone-winkel in Amersfoort en ik ga je nu uitleggen hoe je je dataverbruik in de hand kunt houden voor je smartphone. Dit kan je doen door wifi te gebruiken of een bepaalde app installeren wat het voor je in de gaten houdt. Nou, voor iPhones, Android-telefoons en voor Blackberries zijn er verschillende applicaties beschikbaar. Ik laat nu zien hoe je de downloadmonitor voor de iPhone kan installeren. Daarvoor gaan we naar de App Store op de iPhone. Dat is die. Dan kiezen we voor de zoekoptie, die zit in de onderste balk. Boven in het zoekbalkje kunnen we een zoekterm intypen. Voor het gemak heb ik alvast even Download Monitor ingetypt. Die kiezen we. Bovenaan staat nu de applicatie die we willen installeren. Die selecteren we. Bij mij staat hij al geïnstalleerd. Anders kan je hierop drukken om hem te gaan installeren op je iPhone. Als we dan teruggaan naar het hoofdscherm, zien we het icoontje erbij staan. En dit is de Download Monitor. Die houdt precies bij welke data je verbruikt op het mobiele netwerk en welke op het wifi-netwerk. Zoals ik al zei, kan je je wifi instellen om je dataverbruik te beperken. Ook kun je via je computer-apps downloaden in plaats van via je telefoon. En nog een extra optie is om minder muziek of filmpjes via je telefoon te bekijken. Dit zorgt namelijk voor heel veel dataverbruik. Om verder nog je dataverbruik te kunnen beperken, zijn er mobiele pagina's van websites die zorgen dat er minder internet verbruikt wordt. Ook kun je opletten of al je apps die internet gebruiken of die automatisch synchroniseren, ja of nee. Kijk dan even goed hoe vaak die dat doet. Want dit kan ook zorgen voor veel internetverkeer. En wat ik in het begin al zei, er zijn ook apps die het voor je in de gaten kunnen houden. Kijk even in je App Store of in de Android Market welke apps dat zijn, zodat die het voor je in de gaten kan houden. Op deze manier kan je dus je dataverbruik in de gaten houden. Kijk voor meer informatie anders even op onze website www.vodafone.nl.